Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering en de laatste aflevering van Mario Kart Double Dash met Jordi van de Safari Guys. Ik zal meteen even met de deur in huis vallen. Als jullie mijn andere Mario Kart serie, die loopt als er een nieuwe wave uitkomt, zeg maar, goed bekijken en goed luisteren, dan weten jullie dat dit mijn meest gewilde retro track is, maar ik bang ben dat die niet gaat komen. Nou, dus voor jou is het Wario Colosseum en voor Ham is het Waluigi Stadium. Ja? Waluigi? Ja. Oké. Okay. Ja, nee, dit is voor mij de echt. Ik wil deze baan zo graag geremaken. Ja, volgens mij staat het voor hem deze op de tweede plaats. Maar ja, het is een populaire track. Dat zie ik ook wel. Maar dit is helemaal geen populaire track, want anders hadden ze hem wel geremaked, denk ik. Denk je niet? Oh. Nee, daar is dus precies je reden waarom hij dus niet is geremaked. Er zitten geen handrails in, hè? Kom op. Ja, en daarom remake je ze niet? Precies. Ik denk niet dat het zo... Kijk nou, die 24 Rainbow Road banen die wel geremaked zijn. Ja, maar dat is Rainbow Road, die heeft een uitzondering. Ja, ja. Ik wil wel vals spelen. Nou, dat is eigenlijk nepotisme, hè? Want Rainbow Road, Peach, Rosalina. Ja, het is allemaal rainbow gekleurd, hè? Dus ja. Nee, maar Rainbow Road zijn ook meestal al vette tracks. Komt-ie. Ik ben ook wel fan van alle Rainbow Roads. Ook de Rainbow Roads van deze Mario Kart. Volgens mij is die nog niet geremaken. Rainbow Roads van deze Mario Kart. Klopt. Netjes. Volgens mij vond Dolphin dat er iets te veel gebeurde in één keer. Yes. Oh ja. Hoe staat hij nu weer voor ons? Nee, godverdomme. Nou, nu weet ik het antwoord, maar... Ik word hier gewoon genaaid. Oh, ja, voor achter en door Dolphin. Ja. Van alle hoeken en standen. Mm-hmm. Nou, Dolphin, ik vind je best aardig, maar... Nou, hij heeft de vorige drie afleveringen heeft hij prima gedaan. Alleen nou zegt hij zo van... Nee, sorry, ik doe het niet meer. Maar ja, wat wil je ook? Deze course laat je ook in één keer, hè? Ja. Hij is met twee rondes natuurlijk. Ja. Vijfde. Not that good. Nope. Nope, 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 nope. Maar wel weer Wario, hè? Wat zeg je? Wel bij Wario. Ja. Gezondheid. Wist je niet dat in elke Mario Kart dat de karakter die jij kiest invloed heeft op welke karakters goed zijn in die ronde? Weet niet, maar ik weet wel dat deze nog steeds dat rifle systeem had. Dat heeft elke Mario Kart, dat heeft ook Mario Kart 8. Als je maar in 8 merk ik er niks van. Ja, dat zit er wel echt in. Is deze geremaked eigenlijk? Wel nee, geremaked, maar niet in Mario Kart 8 Deluxe volgens mij. Nee, volgens mij nog niet, nee. Dus ja, dan heb je weer eentje voor je lijst. Maar dit is... Oh. Nee. Dit is nog... Dat is het probleem. Als ik eenmaal begin met sliden, ik kan dan niks meer. Ik wou iets zeggen, even denken. Oh ja, dit was nog in de tijd dat dat het dus niet was dat je alles al wist van de game van tevoren. Dus ja. toen ik eenmaal deze banen allemaal unlockte, ik was zo blij. Mm-hmm. Ik dacht van, wow, er zijn nog 4 banen, dacht ik. Oh. Dat vond ik toen zo vet.
Nee, klopt. En jij en ik hebben wel vaker die discussie gehad van... Is het handiger om alles meteen geunlocked te hebben? Of is het misschien handiger om alles gewoon één voor één te unlocken? Ja, ik ben echt sterk van mening dat juist het unlockable... Daar is nogmaals bij mij altijd dezelfde voorbeeld. Super Smash Bros. Melee. Mm-hmm. Is daar echt de ultieme voorbeeld van. Ja. Deze video is niet lang genoeg om deze hele discussie erover te hebben. Dus ik ga er ook niet verder op in. Maar ben je het niet mee eens dan? Het hangt af van de... Ten eerste hangt het een beetje af van de games. En ook een beetje af van de tijd die je hebt. Nou heb ik die tijd ook niet. Ja. Maar ja, dat... Als ik heel eerlijk ben, dat is dan jouw probleem, zeg maar. Nee, ben ik ook mee eens. Maar het is ook mijn standpunt. Maar zoals ik zei, ik focus me liever nu even op de race dan dat ik een discussie met jou. Dat zijn Pokémon of Zelda. Het moet toch ook een beetje leuk zijn om naar te kijken. Of voor Fortune Street. Voor Fortune Street, ja. Nog geen afkikverschijnsel gehad? Nee hoor, maar ik vond het wel een leuke game. Ik hoop nog steeds dat die stiekem een keertje wordt geremaked. Nou ja, Dokapon krijgt er een, dus hey, wie weet, misschien Fortune Street. Maar over Dokapon gesproken, hè? Gewoon omdat we die gewoon... Oh ja, dat is mijn schuld, ja. Ik vergeet elke keer dat ik die door moet geven. Maar nee, ik vergeet ook iedere keer om te vragen of je hem moet doorgeven. Over Dokapon gesproken, ik ga die game wel halen. Gewoon omdat wij het gaan spelen, zeg maar, voor de subpark. Nou, daarom zit ik ook zo in van, weet je wat, ik vind het misschien handig om met jou even een keer het gewoon kort te spelen. Ja, maar ik wil dan juist niet gespoild worden. Laat mij dan maar lekker gewoon die game spelen. Ik zit ook zo in van, ik vind het zo zonde om iemand 60 euro of 40 euro, ik heb geen idee hoe duur die game wordt. Ik verwacht 60 euro, maar daar ga ik dan maar gewoon vanuit, zeg maar. Oh, wauw. Ja. Hallo? Ja, mij komt. Ja. Nee, oké, ver en af. Kijk. Bijvoorbeeld met Persona, kijk, dan weet ik gewoon, oké, die game is 20 euro, dat heb ik al met jou over gehad, van oké, dat valt nog mee als prijs, als experimentprijs, om maar zo af te noemen. Ik heb hem al overgegeven. Ja, nou. Maar ik weet dat dit stuk eraan kwam, dus ik dacht van, weet je wat, ik laat nog even. En ik ga je wel vragen, moet ik hem inhouden of moet ik hem direct loslaten? Oh nee, je moet hem zorgen dat we hem. Nee, moet ik de knop inhouden? Nee, volgens mij hoef je maar gewoon één keer in te drukken. Oké, ik zie railings dus. Ja, het is gewoon één keer drukken en ben ik klaar, ja. Valt hij hem nog aan? Nee. Helaas niet. Verkeerde persoon geraakt, maar weet je wat, goed genoeg. Ja, precies. Oh, ja. Goh. Deze is ook nog niet remake, helemaal niet van zo. Deze versie? Nee. Ja, ik hou deze nog wel vast, want ik kan hem wel afschieten, maar... Eigenlijk zijn er van de... Ja, ik had hem niet moeten afspreken. Eigenlijk zijn er van Double Dash nog heel weinig tracks remake. Maar ja, die bewaren ze dan ook voor de Double Dash remake, hè? Nou, misschien wel. Oh, kijk, dit komt mooi van pas. Ja. Yeah. Maar inderdaad, dat zou inderdaad wel mooi zijn geweest als in plaats van de Mario Kart 9... Weet je wat, hier, huppakee. Een Double Dash versie. Ja. Want ze zijn nu toch gigantisch fan. Doorgeven. Toch gigantisch fan van de dingen remaken van de oude era. Ja, precies. Het zij Wii, het zij GameCube. Ja, precies. Het zij Wii U. Wii U is op zich logisch. Ook zijn nog steeds 2 Wii U games.
Welke Wii U weer? Nou, de geremake met een HD erachter. Ja, oké, maar dat zijn geen Wii U games origineel. Nee, klopt. Maar het zijn wel Wii U games. Ik zou toch denken dat je met Bowser Jr. een Homefield Advantage zou hebben, hè? Helaas. En wat is het eigenlijk voor discriminatie? Wel Bowser Castle, maar je hebt geen Bowser Jr. Castle. Tja, dat is een goede vraag. Volgens mij heb je ook helemaal geen toadcircuits op deze. Nee, Mario klopt. Kart. Ja. Nou nee, het heeft niet zoveel zin meer. Door die eerste cup deed, dacht ik echt van, dit wordt two fingers in the nose. Nee. Helaas. Je wordt nog kijk, nu is het, we staan gedeeld de derde. Ja. Laatste course, Rainbow Road. Dit wordt de first met deze controls. Mhm. Zie je weer geen handrails? Het is echt belachelijk. Ah, oh, so close. Ja, maar ik wacht ook met mikken totdat hun bij die rand qua point trap tekenen, maar nee. Stel waarom die doos geland, hè? Dan was ik helemaal boos geworden. Oh jezus, dit is helemaal niet te doen joh, met deze controls. Doe maar rustig aan. Jezus. Het is geen Wii waarin we terug kunnen overslaan. De hitboxen zijn ook iets anders. Ik speel de laatste tijd namelijk veel Mario Kart Tour en dan is het wel een beetje. Dan word je geholpen, want je kan niet zomaar zeg maar eraf vliegen. Mm-hmm. En dan hebben de itembox ook een veel grotere hitbox. Oké. Nou, voor de rest nog niet zo heel veel speciaals momenteel te zien. Wist je dat trouwens dat je de... Ja? Ga jij maar eerst even je verhaal. Dat je niet de gaten kan zien. Ja. Nu jij? Wist je dat al die voorwerpen die in de lucht hangen in two-player mode niet in zitten? Dus bijvoorbeeld die shell die daar hangt. In two-player zeg maar dat je splitscreen hebt, dan zitten die er niet in. Ja, omdat anders de game lijkt. Waarschijnlijk. Blue Shell. Ik weet niet hoeveel van mijn beste item is om nu te krijgen. Nee, Chenchon. Ja, tot het hier loslaat. Mm-hmm. Ja, dit is niet echt het. Dit is niet echt je course. Nou ja, normaal wel. Normaal was dit wel mijn course. Als ik gewoon. Normaal kon bewegen, zeg maar. Maar nu is als ik één tikje naar rechts doe, dan lig ik van de reling af. Mm-hmm. Dat bedoel ik. Ja, daarom deed ik ook nog niks met die mushrooms. Nee, dat snap ik. En ik had misschien met driften ook nog wel veel kunnen voorkomen. Maar... Mm-hmm. Daar heb je als achtste helemaal niks aan. Nee, zij is vliegen en je raakt ze precies terwijl ze aan het vliegen zijn. Ik had nu niet eens gas vast. Ik had gas losgelaten en nog ging het ja.
als de zevende over de finish is, dan is het van ons ook over, toch? Of in deze game? Normaliter wel, zou ik zeggen. Was te verwachten. Zij zal over de finish snijden. Oké, snel doorgeven. Volgens mij, ja, iedereen is verder al over de finish. Nou, ik kreeg alsnog een change op aan het einde. Ja. Gebruik maar. Jut! Lekker einde! Maar wel het einde van de serie. Bedankt voor het kijken van deze miniserie met Jordi van de Super Guys. Ik zie jullie graag. Alsnog zijn we vieren. Ja, de rest heeft gewoon in al die banen nog slechter gedaan. Ja. Bedankt voor het kijken van deze serie. En tot de volgende keer. Adios, amigos.